Dames en heren, goedemiddag. Verstandig genoot. 2023 is het weer. Na enkele jaren corona staan hier de hooglustigheden van genoot van het Schravelrijk. En voor hebben neven nog staan direct al Sascha, is het tot nu toe een beetje uitgekomen wat ze ervan verwacht is? Het wordt er alleen maar beter eigenlijk van. Het is werkelijk geweldig. Ik gun iedereen wel om er een heel klein beetje met carnaval uit deze ervaring. Want het is een unieke ervaring en het is werkelijk fantastisch. Ziek om te werken dat het zo goed beveel roelig heb gewerkt. En dan moest Tom maar gewoon in de camera kijken. Er waren nog een hoop bezig met een wagen. Wat was met de kop gebeurd? Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Hij deed het gewoon ineens niet meer. Je hebt een heel groot team wat weinig werken, jong. Ja. Dus dat gebeurt wel een hoop. Johnny, die wagen, beveelt dat ook goed? Ja, dat is wel echt leuk. Wat stelt het voor? Het is, ja, hoe moet je het uitleggen? Hij glans helemaal, omdat ze vingen dat ik ook glans. En komt dat op zichzelf ook heel veel met glans deze? En ook dat gebeurt hier genoeg. Er zijn heel veel wagens die niet aangemeld zijn. En ze kijken terug naar al die jaren dat ze met geweest zijn in de optocht. En natuurlijk geldt voor de meeste. 2021 was de laatste optocht die de meeste hebben gehad. Echt een hele mooie bonte stoet. Kleurrijk. En dat is wat ze wilt zien met de carnaval. Het enige wat ze nog moesten doen was een beetje carnavalsmuziek draaien. Volgens mij is het CV begaai. We hebben zelfs de Caesarvlag bij zich. De jongens komen uit Beek. CV begaai is natuurlijk een vriendengroep die in Beekse heel actief is. Dus eigenlijk is dat wel een beetje onze toekomst. Hoe we het straks van moeten hebben.
de splinterplaat. Hoe eigenlijk de grote montuur preppers is. En die bottelen in het saloon hebben die vandaag gemaakt hier in Genoud. Veer Kooibuis van het platteland brengen met de carnaval het Wilde Westen tot stand. En natuurlijk geven er eigenlijk een hoop Kooibuis jongens en een hoop Kooibuis meisjes achter deze wagen lopen. Met veel rook, maar ook met genoeg drank. Sensation Wild of Ember, mannen met de vapens, los van de slagers. Het is ontzettend drang in Genoud vandaag. Heel veel lui hebben natuurlijk, ja, er komt wel weer na de coronatijd gedag. Vergonderen eens even naar boet. En ik heb het al gezegd, hier is het dansje. En Rick vult natuurlijk zelf de hele meute aan. Ja, gezien net de Wingbuur heb je gezien langslopen. En dat doen die omdat ze zich toch volgens hun hebben ingeschreven bij de optocht. Een hoop nu natuurlijk die op de eigen oprit hun eigen cafeetje maken. Zich toch lekker aan het drinken. En dan kent ze ook natuurlijk een hele tijd volhouden. Ze hebben een hele tijd skiën van een meter. Ze hebben nog een beerplank van een meter. CV-kanonnen uit de Bergse. Een redelijk serieuze groep, moet ik altijd zeggen. Ja, dit is een groep van de CV op het randje. En die zit een aparte persoon. Die zit Laura Vlugge. En Laura Vlugge is op het moment de lichtkundigen van Berg. En we hebben Laura even hier nog even te pakken. Normaal gesproken lichtkundigen, maar dit is wat totaal geen anders zijn. Heel geen anders, ja. Oeh, de stem is al niet weg. Gisteren prinsenbal gehad. En hoe lekker nog een optocht. En nu een optocht, ja. Amuseer je. Groetjes. Candyland. Het zijn de snelheidsduivers. Joost Frenke zou ons nog meer over kunnen vertellen, maar eigenlijk is de wagen, de spruk over zich, het huisje van Hans en Grietje vind je nog gemaakt. Lekker snoepjes. En ze moeten een beetje Tonka Wonka voorstellen, de chocoladekoning. We gaan eens kijken wat de snelheidsduivels te vertellen hebben. En ze even Candyland zie ik erop staan, maar ik zie niet veel snoepjes. Heb je nou goed naar de hoed gekeken? Ook alleen op de hoed? Aan de zijkant. Ja. We hebben hartstikke hun best gedaan. Ja. Daarvoor vragen we nog een bestemde groep met Lub. Wat stelt het voor? Het is Candyland, dat heb je wel gezien. Ja. En het huisje van Hans en Grietje. Ja, zeker. Zoals dat je dat ziet. Dit zijn alle familieleden van de jeugdprinses Joni. Heb ik hier. Keekjes.
Maar dan ga ik spieën. Ja, er werden een beetje obscene gebaren gemaakt, dames en heren. Maar dat zien we allemaal niet. Ik zag wel wie het gedaan is, een cupcake. Ja, ik zei toch dat een dubbel D en een dubbel C is. Ik zit niet wie te nemen, dames en heren. Maar dit is carnaval en dat moeten we allemaal kennen. Dames, hele schwannen op toch. Alaaf. Ik zo. We hebben hier de dames kok. Ja, ze koken allemaal hier en de grote kerel staat op de wagen. Maar ik weet het nog, ja ik weet dat ze zit. Want wat dacht ik toen? Daar is het soms leuk om iets fout te doen. De koetenknallers, één keer 11 jaar. Oete Eeltse. En ze hebben ook een circuswagen gemaakt. De veurt getrokken wordt door een grote locomotief. Met ontzettend veel rookzinnig. Het zijn allemaal heren uit de manege en dames uit de manege. Maar het is ook leuk dat van der kant uit Eeltse lu hier naartoe komen. Om eens met de optocht mee te doen. IJsprinsessen boven op de wagen. Muziek bezig natuurlijk. En gooien heel veel confetti. Confetti die ze natuurlijk straks even over trucjes vingen. Maar dat maakt niet zo goed. Ze hebben lol erin wat ze te doen. En dat is het meest belangrijke bij de vastelovend. En maken er gewoon een plezierige dag van. Prinses Juni van de Schravelaire. En die geeft glans aan onze carnaval. En ik heb hem zo strak eens gevraagd. Wat blinkt er bij dicht dan zo erg? En het zijn allemaal familie van Joni. Papa en mam natuurlijk. Opa's en oma's trekken met. En die maken er een super fiasco van. Even kijken hier. We hebben hier Chantal, de man van de jeugdprins. Chantal, wie is het er nu toe? Fantastisch. Heel warm. Volop genieten. Dansen, springen en genieten van jou. Maar wie vindt ze dat als de zon daar bovenop zit? Echt volop zien het ruim goed laten kunnen komen. De Schravelaire, super bedankt. Dat de ruim van de jong echt mag goed komen. En dat is nu ook echt genieten van de vastelovend. We gaan kijken naar nog meer groepen, want nu kunnen we allemaal familie en vrienden. Ja. Amuseer dich nog. Ja, het is een hele mooie pak. Ik heb begrepen dat ze die zelfs in Brabant zijn gaan halen. Wee, kijk nou eens. En de werk heeft Luud goed gehaald. En ik zie toevallig dat en een Danny uit Nerbeek is, de war oudprins. De Schravelaire, we mogen hier natuurlijk de bekende man achter de stuur is Peter Solberg. Die terug al volgens mij 50 jaar, zolang ik hem ken, drukte al die kar. Hier staan de mannen die het allemaal regelen en zorgen weer dat er een optocht geregeld kan of geregeld. Dat er kind lopen in het genootse. Ja, nu gaan we natuurlijk het hoogtepunt van prins Sascha. De Kumpiaan is natuurlijk in zijn zegentocht door genoot gegangen. En ik moet zeggen, het heeft heel veel lugen zijn natuurlijk. Heel veel vrienden en bekenden. En er zit de slok daar veel langs de wagen af. Mensen houden het ook in de gaten. Dat zeker links en rechts lopen. Af en toe gaan mensen om het veilig te houden. Om te zorgen dat geen gekke dingen gebeuren. En hij zwet al nog zinnig. Hij zwet zich kapot. Kijk eens, we komen er nu tuiten. Dames en heren, dit was een impressie. We hebben niet alle wagens kunnen pakken natuurlijk. Maar we hebben wel heel veel mooie wagens gezien. Hier in het genootse. Hoe ontzettend veel u worden vandaag. Ik hoop ook dat Geer net zoveel plezier eraan hebt. Straks met terugkijken. Als dat veel beleef hebben aan deze mooie optocht. 2023 hier in het genootse. Dankjewel en tot de volgende keer.